andar. Onde eu vou andar? Pra você. Esvolito. Onde eu vou sentir? Hoje é bom dia. Olha aí. Oi. Onde? Uau. Das ist ein neues Kellerei. Ja, das ist die Welt, die habe ich vor Paint the Future gemacht, geïnspireerd door het werk van een kind uit mijn stad. Ja, wat mooi. Hoe heet het kind? Ja, die heet Mina. 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 Die is een meisje, ja. Volgens mij 8 jaar, 9 jaar. Die heeft toen met een workshop meegedaan. Mm-hmm. En het thema. Mijn droom. Mm-hmm. En eigenlijk het is een organisatie die werkt met kinderen die een verstandelijk of fysiek gehandicapt hebben. En de organisatie is gesticht door moeders van die kinderen. Die dachten, we willen niet onze kinderen die zo geboren zijn, in een kamer op slot. Wij zijn daar, we schamen ons daar niet voor. We zijn trots op ons. Ja, mooi. En we willen een plek waar die kinderen kunnen bij elkaar komen, waar ze kunnen tekenen, schilderen, waar ze kunnen met elkaar spelen. Mm-hmm. Waar ze kunnen ook zien dat ze gewoon kinderen zijn en dat ze verdienen om een kind. Ja. En dat ze hebben ook recht op toekomst en recht op haar eigen droom. En daar kwam jouw project. Ja, wat mooi. Ja. En Mina heeft haar droom niet geschilderd, want wat je hier ziet, dit is haar tekening, hè? Ja. Dat zijn de bloemen, maar hier lijkt het wel of het sterren zijn geworden. Ja. Want ze kijkt, maar ze is niet alleen hier. Ze heeft zichzelf eigenlijk hier, dit is van haar, dit heb jij erom gemaakt en jij hebt eigenlijk haar droom, wat was haar droom? Ja, haar droom is met de beste vriendin een grote reis maken. Ja. Met de trein naar de zee. En onderweg ook verschillende avonturen mee te maken samen. En in eentje van naar de sterren kijken. Ja. En door de bossen lopen. En dat is eigenlijk, als je kijkt, dan vraag je zich, oké, is het zo'n bijzondere droom? Maar het is wel een bijzondere droom voor een kind die zit veel thuis. Ja, ja. En gelukkig is dat veranderd door die moeders die dragen die organisatie. Die zorgen ook voor die oudjes, dagoudjes van de kinderen. Ja, ja. En dan gaan ze een dag varen op rivier. Andere dagen gaan ze een stadje, oude stadje in omgeving bezoeken. Gaan ze naar de theater. Ja. Dus dat is eigenlijk voor zo'n kind in zo'n omgeving de gelijk grote droom. Ja, maar wat ik vind het zo mooi zoals jij hier in 1 vierkante meter haar hele droom hebt weergegeven. Want je ziet de sterren ver, de lucht en je ziet hier de zee. Je ziet haar vriendinnetje, ze zitten samen te fantaseren over hun avonturen. Terwijl ze gewoon eigenlijk thuis of in hun stadje op een boomstam zitten. En dit schilderij, dat gaan we verkopen. Kijk, wat heel belangrijk is, dit is wat het kind heeft geschilderd. Dus dit is een collage. Ja. En dat blijf je altijd zien. Het is mooi dat het hier los zit. En want we hebben al eerder met jou samengewerkt en met deze kleine organisatie. En toen hebben we ook al een schilderij verkocht van Damir. Ja. En Dado. Dado, ja. En de moeder van Dado is ook een van de vrouwen die deze kleine stichting heeft opgericht. Ja, hè? En toen hebben we dat schilderij verkocht en jij hebt persoonlijk dat geld daar naartoe gebracht. Want Dado die had ballonnen geschilderd en zijn droom was om een verjaardagsfeestje te hebben. En toen hebben jullie besloten om één verjaardagsfeest, één groot feest voor alle kinderen te geven en die zijn toen met een boot gaan varen. Ja. En toen hebben ze eigenlijk allemaal een verjaardagsfeest gehad, alle kinderen. Precies, ja. Precies, want de wens van Dado was, ik wil een groot feest. Meestal als een kind jarig is, dan doen ze gewoon daar in die ruimte, ja, in die kleine ruimte ja. Is dat. Maar hij wilde gewoon echt dat iedereen gaat naar buiten, met
veel sterretjes, met veel ballonnetjes. En met, dat ze gaan varen, dat ze gaan naar, naar een rivier. En dat hebben ze ook gedaan. Dichtbij onze stad, 20 kilometer verderop, is een meertje. Waar kan je gewoon varen met een oude stoomboot. En ja, dan ga je naar een oude stad. Die is 500 jaar oud. En dan gaan ze in dat programma. Ja, eigenlijk zouden we dit elk jaar moeten kunnen doen. Eigenlijk zou dit, dat zou geweldig zijn. Dit schilderij, als het verkocht is en volgend jaar weer een, we zouden eigenlijk elk jaar ervoor moeten zorgen dat alle kinderen samen hun verjaardag vieren op die boot, op dat mooie meer, bij de rivier, hoe heet die ook weer? Rivier Drina. Drina, ja. Bij de splitsing van de rivier, ja. De Drina. Nou, daar is dat schilderij van jou nu voor bedoeld. Ik vind het een prachtige bestemming. Ja. Nee. En ik was door de kind zelf, door Mina geïnspireerd. Vooral door die kwetsbare droom van een kind die wil eigenlijk niet zoveel. Ja. Die wil een beetje wereld in, wereld onder. De volgende verjaardag van alle kinderen gaan we mee op de rivier. Op de boot en dan gaan we het filmen. Dan gaan we filmen hoe leuk dat is dat de kinderen gewoon elk jaar allemaal hun verjaardag mogen vieren. Dankjewel. Goed idee, Gert. Voilà, leer. Wij gaan samen wereld beter maken. Dankjewel. Iedereen. Prachtig initiatief. Iedereen. Oké.